eerlijk gezegd niet verwacht dat ik genomineerd was. Maar ik ben erg blij met de nominatie. En misschien dat we nog een kans kunnen maken om nogmaals te winnen. Zou leuk zijn. Het kwam een beetje als verrassing. Dus ja, wel grappig natuurlijk en leuk. Alleen het seizoen had eigenlijk beter moeten zijn. Zeker een verrassing, ja. En het is leuk. Ja, een hele eer. Ja. Om maar genomineerd te zijn, ja. Ja. Nou, ik heb helemaal niet ingecalculeerd. Nee, ja, het is echt super dat dat gebeurt. Maar ja, kijk, je hebt genoeg doelpunten gemaakt, dat is leuk. Maar nee, ja, nooit verwacht voor speler van het jaar, nee. Nee, ik had het helemaal niet verwacht. En ik vond het mooi dat ze me belden. Dus ik had het ook helemaal niet verwacht. Nee, het was echt een verrassing. En die verrassing wordt vanavond uitgepakt. Wie wordt verkozen tot de beste amateurvoetballer van het seizoen 2015-2016 in de regio Helmond? Het klopt een moeizaam seizoen met het team, maar ik denk dat we de laatste wedstrijden toch het tij hebben kunnen keren. En een mooie vijfde plek, ondanks eigenlijk een slechte periode, net na de winter. En individueel toch nog wel een steentje kunnen bijdragen, gelukkig. Thijs van Pol werd vorig seizoen uitgeroepen tot de beste amateurvoetballer van de regio Helmond. Dit jaar zit hij weer bij de beste vijf. Logisch dus dat de topscorer van de hoofdklasse volgend jaar te bewonderen is bij de profs van FC Os. Het gaat allemaal snel, alleen ik ben blij dat ik de stappen kan maken. En dan zie je dat voetbal ook anders kan lopen dan dat je ooit inplant. SV Deurne kent de nodige sportieve problemen. Harm van der Steen was een van de weinige lichtpuntjes. Ondanks dat hij door blessures slechts 18 wedstrijden speelde, scoorde de spits 17 maal. We hadden eigenlijk verwacht bij de eerste zes sowieso wel te eindigen. Alleen het is een beetje anders gelopen. Ja, eigenlijk een slecht seizoen van heel de selectie. Ja. Keeper Tim Ubbe van Liesel pakte voor zijn ploeg de tweede periodetitel in de vierde klasse. Door een penalty te stoppen tegen IJsselstein. Daarmee verzekerde hij zijn ploeg van de nacompetitie. Dus dat was wel belangrijk, want toen was het nog 2-0. En van ons ging er iemand vanaf met rood. Ja, en als je dan doelpunt tegen zou krijgen, ja, dan kan het nog een omkerende wedstrijd zijn. Maar dat gebeurde gelukkig niet. Ja, zeker een droomjaar. Vooral het kampioenschap dan gewonnen. En dan 27 doelpunten, ja, dat is ook goed. Ja. Jeff Rijksen leefde dit seizoen bij Handel helemaal op. Nadat hij door twee kruisbandblessures een stapje terug moest doen bij hoofdklasse Gemert. Hij scoorde maar liefst 27 maal. Volgend seizoen dan sowieso derde klasse met Handel? Of zijn er nog andere clubs die naar jou aan het hengelen zijn? Nee, volgend jaar gewoon derde klasse met Handel, ja. Ja, dat was een fantastisch jaar voor ons. En dat maakt niet uit op welke klasse het is. Als je kampioen wordt, is toch iets speciaals. Niet iedereen maakt dat maar mee misschien in zijn hele leven. Of misschien maar één keer. Ja. En ik ben het al iets meer geweest, maar het blijft altijd mooi. Rick van Veghel van Mulo was een belangrijke steunpilaar in de ploeg die in de vijfde klasse ongeslagen bleef en slechts 6 tegendoelpunten kreeg. Het minste van alle elftallen in heel Nederland dit seizoen. Ik ga nog een jaar door en dan is het denk ik wel ten einde, denk ik. Ja, ja. Ja, het houdt een keer op, hè, met mijn spieren en gewrichten. En de winnaar is... Ja, ik doe gewoon één bal.